nieuwe jaar hangt altijd samen met het jaar daarvoor. Er is veel grondwerk verzet, om het zo uit te drukken. En we hopen 2023 een jaar te hebben van oogsten, van profiteren van al het harde werk dat is gedaan. Maar ook de pijn die is geleden. We weten dat belangrijke zaken in orde moeten komen. Daarmee is de regering druk bezig. Dus op het vlak van zeg maar, het werk hoop ik dat we tegemoet mogen zien een herstellend Suriname, zichtbaar herstellen. En ten aanzien van persoonlijke aspecten zou ik zeggen dat iedereen rekening moet houden met natuurlijk in de eerste plaats de gezondheid. En daarnaast ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Op een manier dat constructief is, positief is. Wij weten allemaal wat de problemen zijn. Ik geloof niet dat we dat iedere keer hoeven te herhalen. We hoeven ook niet negatief te worden. Wat belangrijker is, hoe werken we naar oplossingen toe? En ik hoop dat we oplossingsgericht en resultaatgericht kunnen werken in 2023. Om dit land weer netjes op de rails te krijgen. Dat zijn mijn wensen. Daar ga ik zelf ook aan werken. Verder aan werken. En ik hoop dat met z'n allen we daarin goed slagen. Ik ga gewoon door zoals het is geweest. Een goed balans tussen werk en ook gezondheid. Wij vergeten vaak te snel dat het belangrijk is ook af en toe om rust te nemen. Ik hoop dat we die ruimte krijgen. Ik weet dat er ook veel werk is te doen. Maar als we dat op een harmonische manier doen, dan denk ik dat het allemaal moet gaan lukken. Ik denk dat voor mij belangrijk is geweest dat we, al ziet men dat niet, maar de fundering voor herstel nadrukkelijk hebben gelegd. Zowel financieel, economisch als ook maatschappelijk. En ik weet dat mensen zeggen dat zien we niet. Dat klopt. Het neemt tijd voordat bepaalde zaken, net als een boom. Het neemt een tijdje voordat de vruchten te zien zijn en te plukken zijn. En ik hoop dat 2023 dus dat wordt. Dus voor mij is het, ik vind het toch wel plezierig, ondanks het feit dat er veel beter gedaan had kunnen worden, anders gedaan had kunnen worden, dat er een goed fundament is gelegd onder die Surinaamse economie. We moeten doorgaan met name op het stuk van productieverhoging, want uiteindelijk gaat het om ons in verdiencapaciteit, onze inkomsten verhogen. Als we dat kunnen doen, dan hebben we werkgelegenheid, dan hebben we inkomsten, maar dan hebben we ook export. En daarmee kunnen we zeg maar, de algemene diensten van staat ook financieren. Er ligt nog veel werk op dat stuk. En we hopen dat we in samenwerking met het bedrijfsleven en de vakbeweging, met name die twee stakeholders, verder kunnen werken. Dus vooruitkijken naar 2023. Ik denk dat we in partnerschap met de hele samenleving verder moeten gaan werken. Nu komen we in een cruciale fase. Om op basis van dit fundament toch nog de pijlers te bouwen voor een goed huis, een sterk huis, waarin het goed proeven is. Dus wat mij betreft roep ik het ieder op om gezamenlijk, constructief, heel toekomstgericht te werken aan Suriname.